Het houdt de gemoederen in Utrecht al een tijd bezig. De restauratie van de Domtoren. Binnenkort gaat die echt van start, maar de voorbereidingen zijn al jaren aan de gang. Wat gebeurde er in 2016 en 2017 allemaal, nog voor de toren in de steiger stond? U ziet het in deel 1 van deze documentaire over de restauratie van de trots van Utrecht. Oh, hoe is dat? Een stukje Euviel. Kijk eens. Het stijgen, dan moet ik gewoon opschieten. Het duurt veel te lang. Zo'n toren als de Dom, die staat natuurlijk in weer en wind. Ik denk dat veel deskundigen wel ervan van mening zijn dat eens in de 40, 50 jaar je een restauratie nodig hebt. Nou, de restauratie van 73, 75 werd uitgevoerd in een tijd van crisis. Het ging heel slecht in Nederland, ook in Utrecht. En naarmate ze bezig waren, ontdekten ze eigenlijk veel meer gebreken. Met name het natuursteen was in slechte staat. Zo slecht dat op een gegeven moment er maar werd gezegd van ja, we kunnen nu wel eigenlijk het werk niet doen wat we zouden moeten doen. We zullen over 25 jaar, dat hebben ze letterlijk gezegd, hè, dus rond 2000, met een grote restauratie moeten gaan beginnen. Nou, die 25 jaar die zijn met 17 jaar verlengd en nu zitten we in 2017. Dus die problemen die ze toen eigenlijk naar voren hebben geschoven, die moeten we nu op gaan lossen. We zitten nu op 40 meter hoogte. Wat je heel goed kan zien is dat de tufsteen onder invloed van regen en wind gaat eroderen, zoals we dat noemen. Dus de wind komt er langs en het is nat en dan droogt het harder dan de binnenkant en dan gaat het scheuren. En dan krijg je dit soort dingetjes, dat gaat helemaal verkruimelen. Het gaat helemaal heel geleidelijk, met vrij kleine blokjes. Maar we laten dat ook door monumenten wel regelmatig controleren. Wat je hier ziet, dat is een hoopje van wat ze een half jaar geleden zeg maar aan losse stukken hebben verzameld. Dat ligt hier eigenlijk als een soort bewijsmateriaal. Het schadebeeld wat je nu ziet, dat is op zich best veilig. Maar zouden we nou niet groot onderhoud gaan plegen, dan creëren we natuurlijk wel een probleem voor ons qua veiligheid. Want dat betekent dat die stukken groter zouden kunnen worden en er zouden er stukken naar beneden kunnen vallen. Maar zoals die er nu bij staat, hebben we daar geen zorgen over. Maar zouden we dit niet gaan doen, de grote restauratie, het grote onderhoud, dan creëren we een probleem. Welkom op deze toch wel bijzondere bijeenkomst. Uiteraard onze wethouder, Paulus Jansen. En dan degene die de grote klus gaan klaren. Ik kan u verzekeren dat in de geschiedenis van deze prachtige toren er heel veel van dit soort bijeenkomsten zijn geweest. Want het is helemaal niet nieuw dat er onderhoud nodig is aan de Domtoren en dat er een adviseur nodig is voor de Domtoren. Bij de eerste restauratie van de Domtoren in 1519 begonnen en die duurde 6 jaar. En de toenmalige bouwmeester heeft toen het advies geschreven. En in al die eeuwen daarop heeft de Dom van alles meegemaakt. En elke keer moest er weer een adviseur komen om te zeggen, hoe moeten we het aanpakken? Nou, ik heb wel het gevoel dat dit echt het hart is van Utrecht. En het zit ook bij iedereen in het hart. Het feit dat er zo'n aandacht gegeven wordt aan de start van zo'n project, ja, dat is uniek. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Je komt heel vaak tegen dat we meer gezien worden als een stel lastpakken die rommelherrie enzovoorts maken. Maar ik heb het gevoel dat hier iedereen wel achter staat dat er echt nu iets moet gaan gebeuren met de Dom. En dat is natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. Dit was de oorspronkelijke slaapkamer. Die is naar boven gegaan. En dit is eigenlijk nu mijn kamer, wel met een logeerbed erin. Ja, en nu kan ik mijn spullen kwijt. Zoals je ziet, ruimte zat. En kan ik uit gaan pakken. Het is hiermee begonnen. Deze fles is van een kapsalon rond 1900. Die man die kapte hoogleraren van de universiteit. En gaf haarwater uit. En dat deed hij in deze fles. Die liet hij speciaal maken. Er zijn er een tig van gemaakt. Alleen ze zijn bijna niet meer te krijgen.
Ja, er is van alles. Het zijn een glazen loofdingetje, vreselijk lelijk. Maar wel leuk. Van dit soort tegeltjes. En wat je heel veel hebt is borden. Soms met miniem kleine dommetjes erop. Ganse bordspel. Spullen vanuit Amerika. Daar staan op klompjes dan dommen. Dat zullen oud-Nederlanders zijn waarschijnlijk. Maar die hebben dan op het klompje de dom gezet. Ik ben een jaar of 20 aan het verzamelen nu. Ik denk dat ik zo'n 400-500 objecten heb. En dat is van afbeeldingen en keramiek en munten, penningen. Wat ik leuk vind om naar te kijken. Ik vind het fantastisch om dingen te zien. Die ook in Utrecht gemaakt zijn vaak. Westraaf is natuurlijk een hele grote fabriek die hier heel veel van die tegels gemaakt heeft. Bakker Keers staan daar blikken van. Die heeft op een wijkzee gezeten, is naar Vredenburg gegaan. Dat zijn echt Utrechters. Dat is echt Utrechtse geschiedenis. En dat doen Utrechters ook een moord voor. Die vinden dat fantastisch. Ja. Ja, het is wel weer super dat de koster van de Domkerk ons hier even op deze dakgoten heeft mogen laten lopen. Het is natuurlijk een geweldige plek. Mag je eigenlijk nooit komen. Ja, nou. Je kan die kant op. Hè? Dankjewel. Je hebt hier natuurlijk super mooi zicht op de Domtoren. En je ziet ook weer hoe fantastisch dat ding gebouwd is. En, ooit natuurlijk bedoeld als de klokkentoren van de kathedraal. Maar eigenlijk natuurlijk vooral het machtssymbool van het toenmalige domkapittel. Chique heren die goed konden lezen en schrijven, elite. Maar ze voelden zich in de stad een beetje miskend. En een van die tegenstanders in die tijd, dat was de graaf van Holland. Die eigenlijk heel veel invloed had in Utrecht in die tijd. Te veel, vonden de heren van de Dom. Hij zorgde eigenlijk elke keer dat zijn favoriete kandidaat bisschop van Utrecht werd. Wat dus eigenlijk betekende dat Utrecht een vassalstaatje werd. Of, hè, dus een marionet eigenlijk als vorst had van die Hollandse graaf. Nou, die strijd moet je echt als achtergrond zien, waarop zij op een gegeven moment het gevoel hadden van, ja, maar nou, wacht nou eens even. Wij laten gewoon zien wie hier nou eens de machtigste is door deze toren te bouwen. En ik denk wel eens dat de heren van de Domkapittel natuurlijk heel goed wisten, als je zo'n hoge toren bouwt, dan kun je die vanuit Holland kun je die gewoon zien. Het is bijna een jongensroman, maar het is echt gebeurd. Mijn verhaal is ook veel meer dan alleen maar plat geld ophalen. Het heeft echt te maken met, kunnen we mensen vangen voor de Domtoren en verleiden om iets voor ons te doen. Dus ik heb even drie kernbegrippen voor mezelf geformuleerd. Ik denk dat er drie dingen cruciaal zijn. De urgentie, dus echt, en dat is al redelijk goed gelukt in het nieuws, de toren is echt in nood, er moet echt iets gebeuren. Attractie, we proberen het zo om te draaien dat de toren ook echt, zeg maar, te bezoeken blijft. En emotie, hè? Dus zorg dat je in je campagne mensen weet te raken in de ziel en het hart. En dat geeft denk ik fundament voor een stukje crowdfunding. Ja, ik werk ongeveer 16 jaar op deze kraan. De binnenvaartschepen komen aan met zeecontainers. Wij halen ze eruit en wij zetten ze op de auto's en die vervoeren ze weer door onze klanten. De Domtoren, die is toch iets in mijn leven eigenlijk. Ik ben dus een geboren Utrechter. En ja, dan staat de Dom altijd paraat voor je. En als ik dan hierboven kom voor mijn werk en ik kijk naar de Domtoren, hier achter mij, dan zie je die enorme bouwkranen altijd. En dan denk je van, joh, die bouwkranen bouwen allemaal nieuwbouw. En jij blijft maar bestaan. Je bent sterk om te blijven staan. En alle winden en stormen die je overleefd hebt, ja, het is gewoon magnifiek. Maar ik heb nu weer vrij uitzicht en ja, weet je, het is zo vertrouwd. Als je aan het werk bent en je kijkt naar links, dan zie je hem al, weet je. En ja, hij straalt iets uit. Het is nou prachtig weer en ja, dan zie je hem extra goed en dat is heel fijn. En elke dag kijk ik weer, dan kom ik de trap op en elke keer als ik hoger ga, dan zie je hem ook gelijk alweer opdoemen eigenlijk in de verte. Ja, die Domtoren, ja, die betekent gewoon erg veel voor mij altijd. Ja. Je kijkt hier naar de toren en de kerk, maar je mist natuurlijk een essentieel onderdeel. En dat is het schip van de kerk, het middelste deel. Dat is weg. En dat is gekomen door de storm van 1674.
Veel Utrechters horen dan ook het verhaal, dat schip dat was slecht gebouwd, er was geen geld. En toen ging het stormen en toen stortte het in. Maar we hebben laatst uitgezocht samen met het KNMI dat een stormas in 1674, die zo zwaar was dat die maar eens in de 10.000 jaar voorkomt. En de grootste schade bij dergelijke stormen wordt veroorzaakt door valwinden. Dus dan gaat dus de wind razendsnel naar beneden met een paar honderd kilometer per uur. En knalt op het aardoppervlakte en kan maar één kant op en dat is naar voren. En alles wat daar in de weg staat, gaat kapot. Dus bijvoorbeeld 30 meter gaat het met superharde orkaankracht tegen de vlakte. En dan heb je een zone van een meter of 30 waar het vrijwel windstil is. Windkracht 5, echt bijna niks. Domtoren, niks. Daar bovenop staat een windvaantje met Sint Maarten. Was niks aan de hand. Schip van de Dom, weg. Hier, de kerk, niks. Daarachter, de Pieterskerk, torens weg. Puur geluk dat we de Domtoren nog hebben in onze stad. Hij is echt door het oog van de naald gegaan, zo kan je het wel noemen. Hans. Ja, precies. Ja, ja. Het is even een spoedoverleg omdat de aanbesteding van de steiger niet helemaal gelukt is zoals wij dachten. De aanbesteding voor het bouwen van de steiger die is mislukt. Het is gebleken dat de inschrijvers zeg maar niet goed hadden ingeschreven. Dus op juridische gronden is het afgekeurd. We hadden een aanbesteding voorbereid, gewoon met een compleet uitgewerkt plan en wat er een steiger gebouwd moest worden, van onder naar boven helemaal. Daar hadden we onderhands drie partijen voor benaderd. En die drie partijen die hebben alle drie geen goede inschrijving gedaan. Eentje trok zich terug, eentje die was te laat met inschrijven en eentje deed het op met een e-mail in plaats van met een goede formulier. Er is een overleg geweest met onze opdrachtgever en de wethouder. En de wethouder die roept dan een keer heel spontaan van, dan zetten we alleen de lantaarn even in een inspectiestijgertje. Nou, ik heb het weekend heb ik even mijn grieven en mijn gedachtegang op papier gezet. En dan heb ik naar onze projectgroep gestuurd. Ik ben van mening, of we doen het goed, of we doen het niet. En als we het niet goed doen, dan ben ik er niet bij. Veiligheid, dat wordt wel een issue hoor. Want ik ga daar niet met mijn handen voor in het vuur steken wat vorige week is gebeurd. Dus dat wil ik wel meegeven. Nou, wat is dat? Nou ja, ik kan het laten zien. Er is vorige week zo'n stuk steen naar beneden gedonderd. Ja. En er is één stuk is er vanaf geketst. Want ik vond twee kapotte dakpannen hierboven. En die zag beneden een stuk tufsteen liggen. Een vuist groot. En die heeft die twee dakpannen kapot geslagen. Godzijdank. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het duurt en het duurt. Het duurt en het duurt. Weet je, het veiligheid wordt toch wel een issue. Het is natuurlijk wel heel gelukkig dat het aan de goede kant naar beneden is gekomen. In dit geval de zuidkant, waar alleen maar gebouwen staan. Maar je wilde het niet hebben dat het aan de andere drie kanten, waar mensen onderdoor lopen of langs lopen. Ik kan het aanwijzen hierachter. Het gebouw, daar zit een puntdak op met zwarte dakpannen. En vanaf die kant is de steen erop gevallen. Net onder de nok, twee dakpannen kapot. We gaan abzeilen van 70 naar 40 meter. Dat betekent dat twee speciaal opgeleide inspecteurs van Monumentenwacht alle stenen gaan nakijken. Zit het goed vast? Zijn er losse delen? Dan slaan ze het meteen los. Nu hebben we dit ook al in de winter van 2015-2016 gedaan. Maar omdat we geschrokken zijn van deze losse steen, gaan we dat toch nog een keer repeteren. Om toch zoveel mogelijk veiligheid te creëren. Slaat allemaal los nou. Hele kijk, ook korte stukjes. Zelfs de rode steen hier. En dat is natuurlijk niet alleen hier. Maar dat is die noordwesthoek. En dat is daar boven bij de lantaarn. Dan weet het ook, hè? De oostzijde. Het stijgen, daar moet je gewoon op schieten. Het duurt veel te lang. Maak nog een foto. Zal ik de fotootje maken, ja? Ja.
We zijn hier omdat Peter ons helaas gaat verlaten. Helaas, zeg ik nadrukkelijk. En nou, het is toch wel een mooi moment om even stil te staan bij wat Peter voor ons gedaan heeft. En misschien ook een klein beetje ingaan op de reden waarom hij ermee opgehouden is. Ja, ik werk al 38 jaar bij de gemeente. En het is de eerste keer dat ik een project teruggeef. Nou, de gemeente Utrecht heeft aanbestedingsregels. En ik vind dan, je kan afwijken, dat is ook een optie. Maar daar wil niemand voor tekenen. En ik denk, nou, als ik goed kan argumenteren waarom ik afwijk van het reglement. Nou, als iemand daarvoor tekent, dan is er niks aan de hand. Dan verdoen we ook in de regels. En ja, ik heb dan toch het gevoel gehad van, jongens, als ik het gereedschap niet krijg die jullie mij beloofd hebben, dan kan ik het project niet leiden zoals ik denk dat ik het moet leiden om het tot een goed einde te brengen. Ik heb de eer aan mezelf gehouden, want ja, de opdrachtgever gaat niet weg, dus dan moet ik weg. Voor plan B heeft Erik-Jan een plan van aanpak geschreven. Daarin staat nader, eigenlijk verfijnd, uitgewerkt wat plan B precies zou moeten zijn. Hè? Plan B met name bedoeld om een budgetvisie te creëren en een deel van de inspectiewerkzaamheden vooruit te trekken. We hebben nu gekozen voor een zogenaamd plan B. En wat houdt plan B in? Omdat hier de lantaarn tussen 70 en 95 meter de meeste schade zit, verwachten wij, gaan we dit stuk aan de buitenzijde en aan de binnenzijde in de stijger zetten. We willen eigenlijk zo snel mogelijk aan de gang. De restauratieadviseur kan dan eens een rondje gaan maken en elke steen stuk voor stuk bekijken en beoordelen wat daar aan moet gebeuren. Het is een 88 meter hoge kraan en daar hangt een bak aan. En vanuit die bak en neemt hij alles op en noteert hij. En dan gaat hij daar een bepaald schadebeeld van verwerken in de kostenbegroting. In eerste instantie zouden we de buitenkant doen vanaf een stijger. De aanbesteding van die stijger is mislukt. En we hebben gezocht naar een alternatief. En om een goed alternatief te vinden hebben we fotografie gecombineerd met laserscanning. En daarvoor moesten we dus of een hoogwerker hebben of een kraan. En op deze manier kunnen we dus met behulp van deze kraan de complete toren in beeld brengen. Mooi uitzicht. Dit is perfecte dag ervoor. Ja. Er worden foto's gemaakt en die worden straks om het 3D-model heen geplakt. En die zijn maatzuiver, dus daar kunnen we straks van meten. En wij gaan op en neer om de kwaliteit van de steen te noteren. Zodat we van de onderste geledingen een beeld hebben van wat de restauratiebehoefte is. De grote problemen in dit stuk zijn die balustrades die nu in de netten zitten. Dat is een Franse kalksteen en daar wil nog wel eens een keertje zo'n hogeltje, zo'n uitsteeksel afbreken. En het andere grote probleem is eigenlijk het tufsteen wat hier zit, dus die beige steen. Die wil nog wel eens een keertje onberekenbaar scheuren en er willen nog wel eens een keer stukken afvallen. Dus dat zijn op dit niveau de grootste zorgenkindjes. En in de lantaarn is dat hetzelfde. Daar zit ook die Franse kalksteen en er zit ook die tuf. Maar dan ook nog een keertje roestend ijzer waardoor de steen uit elkaar gedrukt wordt. We staan nu bij de balustrade op 40 meter. Die is ongeveer 100 jaar oud. Dat is zogenaamde Euville. Dat is een Franse kalksteen. Die is in de hele grote restauratie van 1920 zijn deze geplaatst, want er stond helemaal niks. Wat ze vergeten zijn, is om deze brugstaven, deze zwarte staven, om die goed uit te voeren. Ze hebben deze niet in brons uitgevoerd, maar in ijzer. En ijzer gaat roesten. En als het gaat roesten, wordt het sterker
en dikker en dikker en dan krijg je spanningen. En die spanningen zorgen er zoals hier, wat je hier kan zien, voor dat er allemaal scheuren in komen. En we hebben geconstateerd dat die scheuren groter worden, dus we hebben preventief hebben deze zwarte banden aangebracht, dat hij niet verder gaat doorscheuren. We hebben flink veel moeite gedaan om hier een veilige zone te krijgen. We hebben hier een zogenaamd veiligheidsdek, crashdek hebben we gebouwd. Hij is 5-6 lagen dik. En dat is ter voorkoming dat als iets naar beneden valt, dat het niet op iemand terecht zou kunnen komen. Voor de rest hebben we een bouwschutting geplaatst. Dat is sowieso voor de opslagruimte die we nodig hebben voor alle stijgmaterialen. Maar ook om een afstand te creëren van de toren af. Dat stel je voor dat het naar beneden zou vallen, dan valt het binnen de bouwschutting. En dan heb je een soort veilige zone gecreëerd. Helemaal bovenop de toren, daar zitten, dat is moeilijk te zien, maar er zit van dat veiligheidsdoek eromheen. Elke keer als we stijgen, een laagje opbouwen, wordt er een doek omheen getrokken. En wat iedereen heel goed kan zien, het wordt als gekscherend genoemd een nekkraag. Maar dat zijn die houten vangschotten, die zitten daarboven. Die steken 3 meter buiten de toren. Dus mocht er tijdens het bouwen iets vallen, dan valt het in de vangschotten. De meeste schade aan de toren is erosie van materiaal. Ja, het staat natuurlijk in weer en wind. Dus water, vorst, ijs, sneeuw en vooral ook windwervelingen. Tufsteen is echt gevoelig voor het doorlaten van water. Dus die gaat aan de kant waar het eruit loopt, gaat de steen stuk. En dat zie je hier ook veel. En er is zoutschade. Ai, ai, ai. Ja, daar komt wel zout uit hier. Het is niet zwart of het is niet wit. Het is niet kapot of heel. Het zit er altijd tussenin. Maar het is dan inschatten van ja, durven we het nog aan? Want we restaureren met een horizon van 50 jaar. Durven we het aan om het nog 50 jaar te laten hangen? Of denken we van nou, het kan wel eens eerder kapot zijn en gevaarlijk worden en dan moet het vervangen worden. De restauratiearchitect gaat kijken of de steen nog waardevol is, of die vervangen moet worden. Dat soort afweging heeft hij nodig om een goede kostenbegroting voor de voorjaarsnota 2018 op te stellen. Ik heb nooit rondgelopen met echt een idee van nou, dit wordt een restauratie van zoveel miljoen of zo. Dus ja, of het tegenvalt of mee, we gaan kijken wat het wordt. We weten hoe lang het gaat duren op het moment dat we weten hoeveel geld het gaat kosten, wat het budget is en hoe we het gaan doen. Dan weten we ook hoe lang het gaat duren. Het wordt langer dan een half jaar. Alle perikelen voorafgaande aan de restauratie van de Domtoren. Morgen ziet u wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Wie gaat die restauratie uitvoeren bijvoorbeeld en hoeveel gaat het ongeveer kosten?